Ik ben een meisje van 30 jaar. En ik ga me van kant maken. Ik zei ja. Ik gaf geen antwoord. En toen zegt hij, ja, maar dat gebeurt wel hoor. Naar mijn gevoel kwam ik in een soort harnas te zitten, terwijl ik juist een hele sterke bevrijding heb gevoeld toen ik intrad en de eerste 20 jaar. Door onze roeping, zou ik zeggen, zou je dat helemaal niet mogen. Het is natuurlijk van geen enkele kant goed te praten natuurlijk. Het druist helemaal tegen ons leven in. De mensen die alle scholen afgingen, die noemden wij roepingenboeren. Sorry dat het klein seminarisch vol bleven zitten. Ik heb gehoord dat er hier ook jongens zijn die naar die priester willen worden. Men maakte ook lijsten, zodat je elke wandeling met anderen liep. Zo bang was men voor homofilie. Ik wilde echt teruggetrokken leven, een verborgen leven.